We selecteren de planten uit op de bodem en planten die met elkaar een soort gemeenschap kunnen vormen. Dus die planten die gaan elkaar ondersteunen in plaats van elkaar verdringen. Door een diversiteit aan planten creëer je ook een biodiversiteit voor alles wat er rondvliegt. Wat je dan krijgt is een soort van ecologische stabiliteit in een beplanting en die gaat lang mee. En zorgt dan voor weinig onderhoudswerk, want dat is ook heel belangrijk. Als je een monocultuur hebt, dan is dat veel kwetsbaarder, ja, toegankelijk voor plagen, voor ziektes. Dus als je een grote variëteit hebt aan planten, heb je daar veel minder last van. Ik bedoel, het kan dus voorkomen dat de plant slecht is of dat meelde heeft of wat dan ook. Nou, dan knip je die weg. Komt het daarna weer goed op? Op de kwekerij zorgen wij dat de natuur naar ons toe komt. Als wij luizen hebben, dan zorgen we dat we een omgeving creëren waar de lieveheersbeestjes graag vertoeven. Door houtstapels te maken waar ze in verstoppen en waar ze graag zitten. Dat resulteert ook dat bij ons de ringslang daar ook zich verstopt en huist. En die eten ook weer slakken en zodoende ja, is dat cirkeltje eigenlijk rond. Bij ons staat alles door elkaar, niet alleen rozen, maar ook alle planten die de insecten nodig hebben die onze plagen opkomen ruimen. Als mensen een mooie beplanting hebben die succesvol is, dan genieten ze daar zelf meer van. En dan krijg je dus ook meer insecten, meer vlinders, meer bijen. En daar wordt volgens mij uiteindelijk iedereen beter van.